Wist je dat Lego een wel heel bijzonder record bezit? Zoals je misschien weet staat Lego voor legcord, wat speelgoed betekent. Ole Kerik Christian begon in 1916 een houtbewerkingsfabriek. In een economisch slechte periode begon hij met het produceren van houten speelgoed. In 1949 begonnen ze met de plastic bouwsteentjes te bouwen zoals we ze nu kennen. In 1962 voegden ze banden aan het assortiment toe. Het kleinste Lego-wiel heeft een hoogte van 14,4 mm. Het grootste wiel 10,7 cm. En werd ooit geproduceerd voor de zogeheten Powerpooler. 60 jaar later was Lego de grootste bandenproducent ter wereld. Op jaarbasis produceert de speelgoedgigant liefst 318 miljoen minibanden. Per dag zijn dat er dus 870.000. Met dit gegeven kreeg Lego een plekje in het Kindersboek of World Records.